Yeah, for different ones. See that? Look at the moon. Look at the motherfucking moon. Look at the moon. Nee, toch? Dat is toch ziek? Zoals we de hele tijd eigenlijk doen. We zijn dus lekker foto's aan het maken. Gadver. Loop hier ook een beetje op. Het is hier wel zo mooi. Echt niet naar huis. En we gaan vandaag blijven een dagje bij het zwembad gewoon eigenlijk. En dan gaan we vanavond uit eten en samen met z'n tweeën. En want Stef is ook zondag jarig, dus dat is gewoon lekker leuk. Linksaf. En dan gaan we morgen met papa en mama uit eten. En 's middags gaan we ook al. We gaan morgen naar Papa Beach weer. En dan gaan we 's middags daar weer eten. En dan gaan we 's avonds weer uit eten. Dus dan eten we eigenlijk alleen maar in de restaurant. Niet dat ik het erg vind of zo. Hè? Maar ja. Dat is mijn verhaal. Dag. Jullie hebben de rug verbrand. Zie je dat? Lekker rood. Oeps. Dommie. Je ziet Turkije nu echt vet goed trouwens. Kom je? Het is zo mooi hier. Wij gaan lekker samen met eten. Het is alleen bloedheet en ik heb best wel lange broek aan. Deze is wel zeg maar heel los, alleen het is gewoon echt heel warm hier. Maar vanavond komt het wat meer af. Look at the motherfucking moon. Ik ga mensen voorstellen. Hallo meneer. We zijn net bezig met ons. We zijn bezig met ons documentaire. Tada. Look at the moon. Look at the moon. Kijk even deze boot jongens. Het is toch ziek. Ziek is het. Ziek. Ook mooi. Mooi beeld. Toepin Loppy. Zit in de taxi. Yes. 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 Ik ben een mens los. Oh, blauw licht. Wat? Ik zag allemaal blauw licht. Maar je bent afgeleid. Oh, ik was niet afgeleid. Wel. Hallo hoor. Beautiful place. Beautiful. It's really nice. Als je deze Engels gaat praten, kunnen mensen verstaan, schat. Heb jij dit gedaan? Nee, toch? Nee. Maar wat is mijn vlog? Ja, wat is dat?
Jules. Ik hou. Dit kan echt niet. Calimera. Calimera. Yes. Ik wil naar je visjes. Yes. Ik zal hem even doen. Capisco. Calimera, zo lang dat je. Capisco. I have pork and wine sauce. So I'm okay. Sure that children what I eat. Oké. Okay. Nice man. Calimera. 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 But I wish you luck. I see you with all of your capella down there. Oké. You know what's gonna happen. We gaan voor de laatste keer uit eten. En dit is mijn outfit. Loop maar heel erg laat zien. Even mijn haar iets beter doen. Mijn haar is nog nat en mijn haar gaat echt zo snel in mijn klit. En zo. En papa. Dus ja. Ik hoop dat er een jacht weer ligt, die kunnen jullie ook zien. Veel te groot. Heel Samos, tenminste als je op een gegeven moment op Samos rijdt of loopt, ruikt het soms naar wiet. En dat zijn een beetje deze plantjes. Nou, het ruikt een beetje naar corona steeds wiet, maar corona ruikt ook wel eens naar wiet. Dus doei. Goedemorgen, we hebben gisteren als laatste avond. We zijn lekker het eten geweest met mama en hebben we... Daarna cocktail gedronken als verrassing al dat voor hem bedacht. En het was super gezellig. Ik heb Sex on the Beach gehad en dat was echt vet lekker. En nu gaan we eigenlijk de laatste dingen pakken. Alles is ingepakt. En zo meteen gaan we naar huis vliegen. Tenminste, stel wanneer gaan we naar huis vliegen. Anders blijven we nog een week. Het chillen is dat eigenlijk moet je dan met zo'n Corendon-bus met z'n allen weer terug naar het vliegveld. Maar omdat wij hebben zeg maar een autootje hier gehuurd. Dus ouders brengen ons dan gewoon lekker gezellig naar het vliegveld. Dat is iets leuker. Ik ben gevallen. Dus ja, we zijn allebei een beetje sad omdat we weg moeten. Je had me ook niet weg, hè? Nee. Dit was zo leuk, hè? Gewoon. Ik vind kip lekker. We hebben geen kip. Maar ik wil heel graag kip. Maar we hebben geen kip. Ja, maar kip is gezond. Maar we hebben geen kip. Kip is beter dan gehakt. Half kalfs. We hebben iets half om half. Dat was goedkoper. Ja, jij bent ook een beetje half om half. Luister. We hebben half om half gehakt. Runder en varkens. Ik eet geen varkensvlees. Hoezo niet? Gewoon. Dat is echt wel shit. Vind ik zielig. Ik vind het zielig om varkensvlees te eten. Nee. Ik film jou. Vloggen is wat anders. Dit is vloggen. Ja, leuk. Vandaar kijken. Ja, ik kan niet twee dingen tegelijk, hè. Ik kan niet en in de camera kijken en praten. Help. Nieuwe video van Nienke Plas. Oh, zin in. Nee. Als u zo kijkt, ziet u niets. Als u zo kijkt, ziet u dat mijn voorhoofd in een hele gekke vorm is. Kom even kijken. Oh, je lacht daar uit, hè? Nee. Als je jouw vlog nu kijkt. Nee, ik vind Nienke Plas echt tof. Maar waar is mijn mobiel? Hij ligt zeker op mijn mobiel, hè? Nee. Hij saboteert het hele boel. Jij wordt altijd onnodig boos. Dat is niet waar. Mensen in de bed in. Het is allemaal. Wow. En zo wel. Doe ik het niet. En zo in. Helemaal niet. Je zit in, ik zie het.
Ik zoom helemaal niet in. De lens wordt groter, aap. Helemaal niet. Waarom zoom je in? Dat doe ik niet. Uitzoomen. Klaar. Niet. Meer. Nog meer. Nee, doe niet weer uit. Helemaal niet. Nou. Zo klonk jij een beetje. Hoi, het is vandaag... Het is vandaag dinsdag en het is vandaag super lekker weer. Alleen ik ga mijn benen over precies een week laten lezen. Dus ik heb een lange broek aan. Ik heb wel het hemdje aan met een open rug. Dus dan is het gewoon lekker cool. Wij gaan even naar de TK-markt en dan gaan we bij Stef gezellig eten maken. En ik heb een nieuwe standaard voor microfoon binnengekregen. Die staat daar. En daar ik heb de hele dag een cover op zitten nemen. Dus daarom heb ik ook hier gevlogd. Is dat helemaal goed? Ja, nu is hij wel scherp. En ja, verder is dat een beetje de planning. Oh ja, en om 7:30 laat ik mijn wimpers nog even bijwerken. Dus dat is nice. Hoi, het is inmiddels alweer een paar weken later. Dit waren al mijn vakantievideo's met een stukje nog in Nederland erbij. Ik hoop dat jullie het allemaal heel erg leuk vonden. Ik heb er in ieder geval heel erg van genoten. En het was echt de allerleukste vakantie ooit. Ik kan jullie al nu alvast verklappen dat in de zomer komen er ook vakantievlogs. Want ik ga nog een keertje op vakantie. Dus dat horen jullie binnenkort wel. En dat is trouwens een samenwerking met Beachmasters. En ik wil nog natuurlijk de winnaars bekendmaken van de giveaway van The Greatest Showman. De winnaars zijn... Daphne. Nu zeg ik het verkeerd. Mathilde Groenendijk. Pleun van Diesen. Inge. En Jetje nog wat. Heel erg veel plezier en gefeliciteerd met het winnen van de giveaway. Het enige wat jullie hoeven doen is je adres te sturen naar het e-mailadres hieronder. En vertellen of je een Blu-ray wilt of een DVD. Ik denk dat iedereen een DVD wil. En dan komt hij zo snel mogelijk naar jullie kant op. Hij moet nog wel besteld worden en zo, dus heb even geduld. Maar je kan hem dan over een paar... over een tijdje kan je hem wel bekijken op je televisie of op je laptop. Superleuk, dus heel veel plezier ervan. En bedankt voor het kijken naar deze vakantievlogs.